nu is het beurt aan de laatste toneelvereniging die vanavond de één-acte gaat presenteren. Dat is Ontwaakt Uithuizen. Zij brengen Dromen, geschreven door Kokkie van Bokhoven, onder regie van Henri Lamp. Toi, toi, toi. Beste plek. Beste plek. Het is nog vroeg. Best kil, hè, Ina? Het ziet er allemaal zo uitgeleefd uit. Geen bloemen. Kaal. Vallende bladeren. Ik hou helemaal niet van de herfst. Jij wel, hè? Ik kan er maar niet aan wennen. 100 keer per dag wil ik iets tegen haar zeggen en dan... Piet zegt, praat dan gewoon tegen haar als je het niet laten kan. Maar ik wil niet alleen praten. Ik wil dat ze ook antwoord geeft. Doet ze ook, zegt hij dan. Weet ik wel. Weet ik wel. Wist al precies wat ze ging zeggen toen ze nog gewoon naast me zat. Maar dat is heel wat anders. Nou, wees maar blij dat je niet naast me zit. Want soms word ik er ene zo boos dan... Zoiets doe je toch niet? We hadden het zo goed samen. Beste jaren van ons leven. Geld genoeg. En niemand die ons op de vingers keek. Nou ja, jij dan. Jij wist altijd precies hoe het moest. Kon je ook niks aan doen. Snapte ik ook wel. Als juf moest je altijd het goede voorbeeld geven. Ging je thuis gewoon mee door. Jij en vader. Twee handen op één buik. En altijd in koor. Hou erover op, Dora. Dat nou juist jullie. Allebei. Zou dat er iets mee te maken hebben? Ach, nee. Mijn vader was het de drank. Die heeft zijn hersens gewoon verzopen. Maar jij? Je hebt je hele leven geen druppel alcohol aangeraakt. Nee. Gelukkig. Geen wind. Daarom zaten we hier altijd graag. Lekker beschut aan het water. Ruim zicht op de slotbrug in het washuis. En dan was je zo blij, zo opgewonden. Kijk door, hè, zei je dan. Daar heeft hij zijn beroemde pamflet geschreven. En dan wees je naar die lege plek waar eeuwen geleden huis Appelterren had gestaan. Totaal geen fantasie. Maar als je hier zat, beschreef je de kamer van de baron tot in de details. De meubels, de wanden, de vloeren, de hele reutemeteut. Maar als ik iets over mijn Herbert wilde vertellen, was het... Hou erover op, Dora. Een lakei. Stel je voor. Nee, dan jouw revolutionaire baron. Al eeuwen dood. Daar kan je gerust mee voor de dag komen, maar... Je kon er geen wandeling mee maken. Laat staan dat je ermee kon. Tja. Na de dood van Pim Fortuyn ging het hard. Wanneer gaan we weer naar de baron, zei je toen.
waren we pas geweest. Wist je niet meer. Ik herkende het meteen. Net als bij vader. Gelukkig. Geen wind. Moet natuurlijk een woordje zeggen. Kan toch niet zomaar. Zou ze me horen? Dat wij jaren samen zaten. En nu? Nu zit ik hier helemaal alleen. Oh, Ina, waarom? Waarom? Lieve Ina. Lieve Ina, ik sta hier met je urn, lieve Ina. Ik sta hier op de plek waar wij jaren geleden jou, Johan enzovoort... Pardon. Johan Derk Baron van de Kapelle tot Ten Pool hebben bezocht. Het is weer de beste plek en het waait niet. Na een heel leven samen met jou valt het me zwaar om... Ben ik moe. Misschien was het toch beter geweest als Piet bij me was gebleven. Ach, nee. Ina had een hekel aan hem. Aan elke man die in mijn buurt kwam trouwens. Behalve Pim. Maar ja, dat was weer geen echte man. En ook niet in mijn buurt. Had wel iets van een professor. En een politicus. Ja, zo iemand. Die kan geen lakei zijn. Maar hij had er wel het postuur voor. Zet hem een steek op en hij was het helemaal. Met een steek op kon hij zo naast de koets lopen. Weet ik wel. Weet ik wel. Hij had er eigenlijk liever zelf in gezeten. Zo'n typetje was hij wel. At your service. En zijn bedelen noemde ik ook lakei. Was hij toch ook? Tja. Er zijn veel meer lakeien dan jij denkt, Ina. En hier hebben we Herbert en vader en moeder en jouw baron. Heel de familie bij elkaar. Het mapje bijna in de kist gedaan. Maar kon het niet. Herbert. 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 Herbert.
een omgedraaide grafheuvel. Ja, is wel toepasselijk. Dora? Dora? Lol met een omgekeerde grafheuvel. 4 letters. Lol met een omgekeerde grafheuvel. Lol met een omgekeerde... Ina? Ina, hoe kom jij nou hier? Wat zie je er goed uit? Ben je bij de kapper geweest? Ik wist het. Ik wist dat je terug zou komen. Je mag me nooit meer in de steek laten. Hè? Dat hebben we afgesproken. Je mag het nooit... Je bent toch dood? Ja, vertel mij wat. Hoe kan dat dan? Dat weet ik veel. Dat moet jij toch weten? De tijd dat ik alles moet weten is voorbij, Dora. Hele opluchting. Ik word gek. Ben ik nou aan de beurt? Maar Ina, dat kan toch niet? Je bent dood. Ja, dat hebben we net al gehad. Maar waar kom je dan vandaan? Dat weet jij beter dan ik. Ja, ik liep hier ineens met mijn stoel en mijn tasje. En ik dacht nog, hey, Appeltin en een Dora, leuk. Nou, ik kan net zo goed even gaan zitten en een beetje puzzelen. Hé, hey, lol met een omgekeerde grafheuvel. 4 letters. Wat stel je nou niet aan? Het is maar gewoon een boekje. Wat sta je nou naar me te staren? Ik droom zeker. Nou, je snapt toch wel dat ik hier niet echt zit. Wel een beetje bij de les blijven, Dora. Maar waarom word ik dan niet wakker? Dromen. Dromen. Ja, daar waren we goed in. Heel ons leven verdroomd. Uit 4 letters. Zit ik in dat ding? Urren. Dat ding heet een urren. Urren. Dat ding heet een urren. Had ik vroeger kunnen zeggen. Hé, hey, Dora. Kom even. Doe nou niet zo flauw. Waar ben je nou bang voor? Dat ik mezelf laat vallen? Ik heb mezelf vroeger nooit laten vallen, zal ik het nou ook niet doen. Ja, vooruit, geef op. Doe nou. Jij bent Ina niet. Oh nee? Mijn Ina zou zoiets nooit doen. Mijn Ina is heel vriendelijk, beschaafd en die wist altijd precies hoe het hoorde. Als je dood bent, dan geef je daar niet om. Nee, als je beseft dat je tot het einde der tijden met jezelf verder moet kiezen, wil eieren voor je geld. Wil je het nog een beetje leuk hebben? Ik wil mijn Ina terug. Ja, ander keertje misschien. En nu zou het toch echt met mij moeten doen. Zo, dat is nog best zwaar. Nee, zit totaal geen leven in. Zeg, wat was je met me van plan? Ging je met me hier weggooien? Uitstrooien. Uitstrooien heet zoiets. Oh, de juiste woorden voor de juiste zaken. Zeg, ik hoop niet dat je al mijn gewoontes hebt overgenomen. Ik ben veel te blij dat ik van mezelf af ben. Dora, je mond staat open. Als Herbert je zo eens kon zien. Herbert? Heb je Herbert gesproken? Ja, natuurlijk. Die stond me bij wijze van spreken op te wachten. Zeg, wil je koffie? Nee. Maar waarom niet? Het is heerlijke koffie. Nee. Ja, geen vader, geen moeder, geen Pim, geen baron. Nee, jouw Herbert. Je kunt iedereen tegenkomen. Het moest uitgerekend die verrekte Herbert zijn. Melk, dat was een halve. Hoe was het met hem? Hoe zag hij eruit? Heeft hij nog iets gezegd? Goed, geen dag ouder en dat je een wereldmeid bent. Zeg, ik doe het maar met de rest van die melk. Een wereldmeid? Nou, dat had hij nooit zo gezegd. Ja, hoor eens, we zijn dan wel dood. Maar daarom gaan we nog wel met de tijd mee. En zet het ding nou eens neer. Wie, we? Ja, iedereen natuurlijk. Anders zat ik nog steeds in die verdomde rolstoel. Dus volgende keer wil ik sterker de benen. En blijf je nou de hele tijd zo zitten met die urn? Volgende keer? Ja, en dan jaren jonger, zodat ik nog eens flink tekeer kan gaan. Zet nou neer. Nu praat je net als Nettie. Zeg, je ziet er niet uit. Zorg jij wel een beetje goed voor jezelf? Dochter van de buren. Ja, dat vond jij toch altijd zo'n slet? Nou, allicht zeg, die ging tekeer als een beest. Had ik ook moeten doen, maar ja, ik moest zo nodig de wereld verbeteren. En dan te beginnen met jou. Waarom kom je daar nu pas mee? Heel je leven heb je de kans gehad om er iets aan te doen. Daar moest ik eerst dood voor gaan. Ja, nu weet ik beter. Zeg,
Nou, dat smaakt best goed hoor. Hé, hey, eet nou. Wat? Leven. Het broodje. Wat zit erop? Kaas. Daar hou je niet zo van. Zeg, wil je er een met ham? Och, die urn krijgt echt geen pootjes hoor. Waar waren we gebleven? Bij Herbert. Oh ja, bij Herbert. Herbert maakt het goed. Ja, hij heeft genoten van jullie huwelijk en van jullie reizen en van jullie werk. Hij zei dat alle andere artsen jaloers op hem waren, omdat hij jou niet alleen als vrouw had, maar ook als assistente. Konden jullie de hele... Hij was chirurg. Die hebben geen assistenten. Weet ik wel. Weet ik wel. Je doet het om het te treiteren. Wat? Mijn nadoen. Ja, zeg, hoor eens. Ik doe alleen maar wat jij zegt, hoor. Het is jouw droom. Dan wil ik dat je nu weggaat. At your service. Nee. Nee, sorry. Sorry, Ina. Ik meende het echt niet. Het is Pret. Lo met een omgekeerde grafheuvel. Peret. Die urn neer en je brood eten. Ik had het kunnen weten. Mijn hoofd is niet meer wat het geweest is. Smaakt het? Je moet echt een beetje beter voor jezelf zorgen, hoor. Zeur met een hengsel, 5 uur. Slaap slecht. Dan voel ik aan het elastiek en dan denk ik... Slaap je nou nog steeds met het elastiek om je middel? Oh, een bitter gek mens. Nee, maar als ik wakker word, dan ben ik vergeten dat jij er niet meer bent. Pas als ik merk dat ik het elastiek niet meer om heb, dan besef ik dat je weg bent. Voorgoed. Nou, Ina, waarom heb je me in de steek gelaten? Dat weet je best. Zeur met een hengsel, 5 letters. Ja, maar ik zorgde toch goed voor je. Ik waste je haar. Ik reed je rond in een rolstoel, hielp je met puzzelen, kapte je haar. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Nou, doe je het weer. Ik kan er niks aan doen. Dat weet ik wel. Weet ik wel. Eigenlijk ben ik jou. Jij? En jij? Oh, ik ben het ook. Kan dat dan? Ja, ik ben nog wel dood, maar ik ga heel je leven nog mee. Dat meen je niet. Nou en of. Hoe dan? Wat heb jij boven mijn overlijdensadvertentie gezet? Overleden ben je pas als je vergeten bent. Ik zal jou nooit vergeten. Oeh, wat een dooddoener. Ja, het werkt wel. Hé, hey, zeur met een hengsel. Het werkt niet, emmer. Was het elastiek? Echt, je liet het gewillig omdoen. Je had geen benul. Het elastiek. We zaten ons hele leven aan elkaar vast. Nee, het elastiek heeft er niks mee te maken. Hé, Emma, is goed. Maar waarom heb je die pillen dan ingenomen? Zoiets doe je toch niet? Dat had ik al eens eerder gedaan. Dat was een ongelukje. Natuurlijk niet, Dora. Dat weet je donders goed. Je hoofd is weer helemaal in orde, hoor. Je hoeft me echt niet voor de gek te houden. Maar dat doe ik ook niet. Oh, nee? Als jij Herbert's assistente niet was, wat was je dan wel? Ik? Ik was gewoon verpleegster. Ach, verpleegster! Ja, vooruit dan maar. Nou, Herbert vond jou de mooiste, de leukste en de knapste verpleegster van allemaal. Was apen trots op je. Ja, hij vond het alleen jammer dat jullie geen kinderen hadden.
Ja, voor jou dan, hè. Voor hem hoefde het niet zo. Nee, hij hield meer van reizen. Ja, naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Daar hebben jullie koningin Juliana en prins Bernhard nog ontmoet, zeg. En dan reden op grote olifanten dwars door de... Hij verzint het! Ja, natuurlijk. Was de mooiste reis van zijn leven. Jij overdrijft. S'avonds zaten jullie voor de tent met Benno en Jules en in de tropische... Help op! Nou, doe ik een keertje wat je wil, is het weer niet goed. Dat was anders. Oh ja? Jij fantaseerde toch ook alles bij elkaar? Dat deed ik pas toen jij... Ik bedoel, toen je nog... Toen ik seniel begon te worden, ja. Dement, Ina. Dement. Alleen mijn lijf, maar ook mijn kop. Helemaal in jouw beheer. Dat waren nog eens gouden tijden, zeg. Had ik een keer een helder moment, beweerde jij doodleuk dat je in de kei chirurg was en dat jullie getrouwd waren. Je vergaat het toch zo. Had ik tenminste nog een man en leuk werk voor jullie, mocht ik toch helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Vader en ik hadden geen leven, waarom zou jij er dan een hebben? Ja, Dora, zo werkt het nou eenmaal. Ik klampte me vast aan mijn lesbevoegdheid en was altijd voorbeeld. Vader klampte zich vast aan de oorlog, was altijd dronken. En jij? Jij klampte je vast aan ons en was altijd aan het dromen. Dat is allemaal achteraf gelul natuurlijk, maar zo werkt het wel. Ik leer tenminste van mijn geschiedenis. Weet je, aan de late kant, daar hebben we nu veel aan. Jij wel. Mijn lesbevoegdheid en vaders oorlog kunnen jouw leven niet meer vergallen. Moet je wel die urn loslaten. Daar zitten we dan. Twee verzuurde maagden die hun leven lieten leiden door lijken. Ik ben anders nog zuur, nog maagd. En ik leef. Nee, precies. God, ja. Eén keer heeft ze het gedaan. Maar ja, dan ben je natuurlijk wel meteen maagd af, hè? Zo gemakkelijk gaat het. Eén keer. Of hebben jullie het vaker gedaan? Hoe kan dat nou? De volgende dag moest hij naar de oorlog en hij is nooit meer teruggekomen. Verrekte Herbert, hij kende je amper, maar hij zat dan meteen in je broek. Ja. En geschokt dat ik was. Ik zag jullie de hele tijd voor me. Ergens in het park tegen een boom in de stromende regen. Jij met opgeschorte rokken en die lakei met zijn broek op zijn enkels. Met die spierwitte billen. Ja, zo was het helemaal niet. Nieuwsgierig dat ik was. Maar ik deed toch liever het puntje van mijn tong af dan dat ik jou iets zou gaan. Ik wist het. Oh, dan zat je te stralen elke keer als je zijn naam aanspreekt. Herbert. Oh, wat heb ik je dat ingepeperd, zeg. Elke dag opnieuw. Hey, maar nu wil ik het onderhand. Dat ben jij toch eigenlijk een kring? Ja, vertel nou, hoe was het? Zeg ik niet. Dat kun je me nou toch rustig vertellen? Ik ben nou toch dood. Vraag maar aan Herbert. Ja. Ik mis je. Ja, dat had je iets eerder moeten bedenken. Je hebt in mijn handtasje gezeten. Ja, natuurlijk. Dat doe ik toch altijd? Stel jij zomaar mijn fotomapje. Ja, als jij het me niet geeft, moet ik het komen halen, Dora. Ik dacht dat je hoofd weer in orde was, Ina. Dat is mijn fotomapje. Jouw fotomapje zat helemaal onder de saté-saus. Weet je dat nog? Je stopte van alles in je handtasje. Ja, daar had ik het toch voor? Suurkool, gemengde sla, boterhammen met ei, karnemelkse pap. Kurkdroge bieflappen, draderige kipfilet, walgelijke satébrokken. Met saus en al. En dat stonk. Ja, allicht. En dan zei je steeds, wat stinkt het hier toch? Echt, Ina. We hebben zo'n pret gehad. Vind je?
Ik was anders wel mijn tasje kwijt. Kreeg die rotlucht er niet uit. Toen heb ik het maar weggegooid. Alles gleed uit mijn handen. Ja, ik was nergens zonder dat tasje. De laatste hou vast in mijn bestaan. Zat er nou helemaal in? Niets bijzonders. Laatste restje van mijn geheugen. Laatste stukje identiteit. Meer niet. Ja, en dan natuurlijk het fotomapje met de foto's van alle mensen waaraan ik kon zien wie ik was. Kijk maar eens goed, Dora. Want zelfs toen ik dood was, gunde je me mijn tasje met mijn fotomapje niet. Ik wist niet dat het zo belangrijk voor je was. Heb je het daarom? Nee toch, Ina. Heb je het daarom gedaan? Waarom heb je dat dan niet gezegd? Dan had ik elke dag een ander tasje voor je gehaald. En je had er van alles in mogen gooien. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. De hele reutemeteut. Oh, Ina. Heb je het daarom gedaan? Kan ik het nog goed maken? Wil je een tasje? Nee, ik hoef nooit een tasje meer. Als je hele leven in een tasje past, stelt het niet veel voor. Hey, ik was toch zo blij dat ik nog een helder moment had voordat mijn kop helemaal de geest gaf. Al dat gewauwel over Herbert. Moet er toch niet aan denken. Ik kon er nog net op tijd een eind aan maken. En ik dan? Heb je daar wel eens aan gedacht? Dat je mij zomaar alleen hebt gelaten? 80 jaar in het leven is toch alles alleen nog maar meer van hetzelfde? En dan kun je de dagen vrijwel dromen. Niets, niets nieuws meer onder de zon. Maar elke dag was een geschenk. Oh, wat ben je toch een gek mens. Carpe diem tot aan je laatste snik. En als ik nou, als jij nou eerder dood was gegaan, wat was er dan van mij terechtgekomen? Ja, dat zei Piet ook al. Oh, nou, goed van Piet. Eindelijk iemand die leeft. Je kunt me rustig loslaten, Dora. Je raakt me toch niet kwijt. Nee. Zal ik je helpen? Nee. Nee, ik wil het nog heel even vasthouden. Nee, ik doe het allemaal straks, echt. Straks. Nee, nog even niet. Nee. Ina. Gelukkig. Nog heel. Nou ja. Hij is van blik. Metaal. De juiste woorden. Voor de juiste zaak. Ina. Weg. Natuurlijk. Goed. Oeh, heb ik hem weer te strak dichtgedraaid. Wat ben ik toch een trut.
En volgend jaar, op jouw sterfdag, kom ik hier weer. Samen met Piet. Ter ere van jou en de baron. Maken we er samen weer een leuke dag van. Dag. Nee.